Vrienden, goedemiddag. Het is iets over 4:30 geweest. En ik heb een keer eerder een vlog niks beter te doen gemaakt over het feit dat ik had bezorgd bij thuisbezorgd.nl voor de eerste keer. Weer iets nieuws in mijn online carrière, in mijn online leven. Ik heb voor het eerst besteld bij Albert.nl. Ja, tussen 4 en 6 komen ze. En de reden dat ik dat heb gedaan is niet omdat ik niet naar buiten wil, omdat het een beetje regent. Hé joh, dat maakt me allemaal niet uit. Ik ben niet van suiker, zou mijn moeder zeggen. Maar omdat ik heel veel kratjes bier heb besteld. Ik vier vanavond mijn verjaardag. Want ik word om 12 uur. En ik ben ook echt om 12 uur geboren. Word ik 27. Dan ben ik jarig. Ik hou niet zo van mijn eigen verjaardagen. Moet ik je eerlijk vertellen. Omdat ik dan denk van ja shit, ik moet dat regelen. En vinden die vrienden dan wel leuk met die. En wie moet je uitnodigen allemaal? Want nu ook, ja, ben ik alweer mensen vergeten uit te nodigen. Maar ja, het past niet in mijn huisje. Dit is wat ik heb. Dus ja, ik ben nu aan het wachten eigenlijk. Al 40 minuten en ik lees van een krantje hoor. Ik heb de weekendbijlage van het Parool. Maar eigenlijk dacht ik, dit is wel weer een mooi moment. Omdat ik niet echt iets beters te doen heb om even te vloggen. Om 12 uur ben ik jarig. Je kan me natuurlijk feliciteren hieronder. Vind ik wel leuk. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. Geniet ervan. En als je dan toch een biertje drinkt. Kijk, dat vind ik een betere. Proost dan eventjes op, op mezelf. Op mij, maar ook op jezelf en op het leven en dat we allemaal maar gezond mogen zijn. Ik zal sowieso eentje op al mijn followers op YouTube proosten vanavond. Goed, ik ben nog steeds verkouden ook, dus ik ga vooral proosten op mijn eigen gezondheid en op de jouwe. Nou, kusje. Albert.nl, allee, waar ben je dan? Hey, sponsored tweet, sponsored vlog. Doei.